Jongens, all the way from Belgium, Steven van Bellegem, applaus alsjeblieft. Dat is de verste presentatie die ik ooit met de auto heb gemaakt om naar hier te komen. Vanaf dat we een beetje verder gaan, dan moeten we andere systemen beginnen te verzinnen. Maar fantastisch dat jullie mij uitgenodigd hebben. Bedankt daarvoor, Jarno, en ook bedankt om te komen luisteren. Ik ben dus het biesnummer na Marco zijn presentatie. En eigenlijk verdergaand op hetgeen Marco zei, de evolutie is fantastisch. Ik ben zelf ook in die wearable-markt gejumpt onlangs. Heb ik mij zo'n Fitbit gekocht. Wie heeft er trouwens al zoiets wearables bij zich? Een stuk of 4 coole mensen in de zaal. Ik heb ontdekt trouwens dat ik in de sportindustrie zit. Als mensen mij vragen wat ik doe, dan zeg ik, ik ben een professionele sportman. Want ik weet ondertussen door die Fitbit, als ik zo'n presentatie van een uur geef, dan stap ik ongeveer 3000 stappen en wandel ik 2 kilometer. Het nadeel dat ding mij leert, is dat het ook geen enkele calorie verbruikt. Dus ik ben weer een illusiearmer. En ik had mij nogthans zo'n sok erbij gekocht. Want die sok die stuurt mij een sms het moment dat ik te veel wandel en ik een blaar ga krijgen. Ik was op alles voorbereid. En nu sta ik op het punt om dit hier te kopen. Dit is Canadoo, dat is een start-up in Silicon Valley. Die een technologie heeft dat de huisarts gaat vervangen. Dus ik heb kleine kindjes nog, hè, 2 en 4, 2 jongetjes. Zo, 's ochtends wakker worden en dat er 1 koorts heeft onverwacht. Dat brengt de volledige organisatie van ons gezin in rep en roer. Dus ik kijk er naar uit dat ik dit heb, dat ik weet, is het erg of niet? Moeten we naar een ziekenhuis? Moeten we naar ouders inschakelen of sturen we ze toch gewoon naar school en het komt wel goed. En nu ben ik op zoek, als iemand een tip heeft voor mij, ik ben op zoek naar een soort stickertje dat ik op mijn hart kan kleven, dat ik een sms krijg 10 minuten voor ik een hartaanval zou krijgen. Dat ik gewoon rustig kan neerleggen, dat het bericht zegt, beste Steven, je vrouw is verwittigd, de ambulance is op komst. Just enjoy the ride. Zo, dat soort dingen, dat lijkt me fantastisch dat eraan zou komen. Maar we vergeten vaak de snelheid. Ik vond fantastisch het verhaal van Marco. Ik heb heel veel dingen gehoord dat ik nog nooit had van gehoord. En dat voelt dan altijd goed dat ik dat hier in Groningen ontdek. Dan weten ze dat in België niet. Dus daarvoor alleen is het waard om hier stiekem nieuwe dingen te komen bijleren. Maar het is echt scary om te zien hoe snel het gaat. En grote bedrijven denken altijd zo, inderdaad, van een aantal van die voorbeelden die Marco ook toonde, it will never happen to us. De uitspraak van meneer Zalm van, ja, dat is allemaal voor die weird people die naar social media clubs komen, maar normale mensen die gaan altijd naar een bank komen. Dat soort uitspraken heb je in iedere industrie gehad. En het helpt soms om die mensen te confronteren met hun eigen gedrag. En we gaan een klein experiment doen hier. Ik vraag me af, wie van jullie heeft ooit nog een Nokia-telefoon gehad? Ooit, ja. Zo de jongste mensen al niet meer, dat waren van die grote telefoons met antennes op. En wie was daar tevreden over? Over zijn Nokia. Die batterij ging 5 dagen mee. Moet je dat eens inbeelden. En je kon dat van hier zo hup, tegen die muur knallen en die werkte nog altijd. Ik heb dat geprobeerd. Ze gebruiken die Nokia's nu voor het wereldkampioenschap mobiele telefoon gooien. En de laatste vraag natuurlijk, wie heeft er vandaag nog een Nokia bij? Oh. En echt zo'n oude. Echt zo'n oude nog. Kijk, je had in het echt zien. Dit is onwaarschijnlijk. Mag ik dat nog eens vaststaan? Kijk. En je mag dat dus gooien van hier tegen de muur. Het gaat niet kapot. En heb je nog een echte telefoon ook? Ja, dat is altijd, hè. Altijd hebben ze er nog een tweede bij. Maar we lachen daar nu mee, maar eigenlijk is het verhaal van Nokia schrijnende realiteit. We hebben er allemaal één gehad, we waren allemaal tevreden en we hebben die laten vallen als een baksteen. Met die design hebben ze daar ook om gevraagd. Maar we hebben ze laten vallen als een baksteen voor Apple en voor Samsung. Een paar mensen een ommetje gemaakt via BlackBerry. Daar gaan we nu niet vragen wie dat heeft. Dat is te gênant. Maar we hebben ze... Het is ongelooflijk scary. Hè? Vorige week of 2 weken geleden heeft Facebook een bot op Snapchat gedaan. Dat Marco net toonde van $3 miljard. Dat bedrijf heeft geen euro omzet zelfs. Hè? We klagen soms als ze geen winst hebben, maar die hebben geen omzet. 3 miljard krijg je daar tegenwoordig voor. En Nokia is verkocht aan Microsoft 2 maanden geleden voor 5 miljard. 6 jaar geleden was dat bedrijf 200 miljard waard of zoiets. Dus dat is ongelooflijk hard gegaan. Mijn ouders die hadden een fotografiezaak in het exotische Maldegem, exact 400 kilometer van hier.
In het exotische Malden hebben we een fotografiezaak. En als je erover nadenkt, veel van de dingen die we vandaag zien gebeuren in industrieën zoals finance, taxi-industrie, travel, gebeurden 10 jaar geleden in de fotografie-sector. Een bedrijf als Kodak is weggevaagd van de wereld. Toch geen kleine speler in de fotografiemarkt. En het ergste van allemaal is dat zij ook zoiets hadden, zoals ABN AMRO, hoe noemde het? Seeds, het Kickstarter, het crowdfunding-initiatief. Kodak heeft digitale fotografie uitgevonden. Maar ik kan me zo inbeelden wat er gebeurd is. Waarschijnlijk 4 mensen ergens in een kelder, of 10 misschien zelfs, in een kelder. Zo, werk een beetje aan innovatie. Ken je dat? Doe maar, dan zijn we weer mee. Dat is goed voor onze PR. En op zekere 1 keer per jaar mogen die mensen uit de kelder om aan de board hun bevindingen te vertellen. En ik denk dat die ooit boven gekomen zijn en gezegd, jongens, pas op, binnen 10 jaar gaat iedereen digitaal gaan kijken. We hebben hier een eerste testexemplaar, die kwaliteit was lousy natuurlijk. En dan zeiden die mensen, binnen 10 jaar gaat niemand nog filmrolletjes kopen. We gaan niet meer naar de fotograaf gaan. En we will be out of business. En ik denk dat die gasten van Kodak, de board, toen heeft gezegd, ja, heel interessant jongens, dank jullie wel voor dit initiatief. Heel mooi, ga nu maar terug naar de kelder en wij zullen wel geld verdienen met filmrolletjes te verkopen. Ik vermoed dat er zoiets is gebeurd. En 1 jaar of 10 later, they were out of business. En het gaat zo snel dat we het gewoon vaak vergeten. En het is heel moeilijk als grote organisatie om daarmee om te gaan, vind ik ook. En ik zie zo 3 elementen waarin dat we gewoon moeten uitblinken als we willen mee zijn en als we willen overleven. En centraal is die bovenste bol daar voor mij. Dat gaat over een extreme mate van klantgerichtheid. En dat gaat zowel over het luisteren, begrijpen, zien waar klanten naartoe gaan, als in de bestaande relatie die extra mile gaan waar we kunnen. Technologie en data gebruiken om de waarderelatie met de klant te verhogen. Niet enkel voor onze eigen efficiëntie te verhogen. En de derde, selling without selling. Ik vind, er is een grote paradox vandaag in de wereld. Wij allemaal als consument, wij willen heel graag kopen, maar we hebben niet graag dat er iets wordt verkocht aan ons. En het is een heel bizar iets. Bedrijven die zitten met een korte termijn sales target, dus zij willen enorm veel verkopen aan ons. En als gevolg kopen wij daar minder en gaan we dan ergens kopen waar we bijna vragen en mogen we nu alsjeblieft kopen. Bij Apple staan ze in de rij voor die iPhones te kopen. Moet daar weinig moeite voor doen. En die paradox moeten we over. En dat lijkt simpel. Als je die 3 bollen hier ziet staan, dan zeg je van, oh, dat is veel makkelijker dan ik had gedacht. Gewoon wat beetje klantgericht, technologie, selling without selling, check, dat kunnen we. Maar dan moet je de vraag stellen, welke organisaties ken je die vandaag uitblinken in alle 3 tegelijk? En we verwachten geen perfectie, maar bedrijven die op alle 3 beter doen dan het gemiddelde. Kennen jullie zo'n bedrijven? Coolblue is het top antwoord op die vraag, vermoed ik. Heb jij een Coolblue broek ook aan? Ben jij dat? Ben jij dat met die Coolblue broek? Oké, jij bent KLM broek. Wow, je kent hier iemand. Mobile Vikings. Mobile Vikings. Kent iedereen Mobile Vikings? Is Hans hier geweest of zo? Is Hans hier geweest? Of Pollen? Sander Baart van Rotterdam van Mobile. Ah, oké. Ja, mooi verhaal, absoluut. Tuurlijk. Andere voorbeelden. Wat? Dat ken ik niet, maar ik geloof je. Noem eens dingen dat ik ken. Zappos is klassieke Coolblue. Je mag Amazon waarschijnlijk in dat rijtje zetten. Waarschijnlijk kun je Bol in dat rijtje zetten. Waarschijnlijk kan je Airbnb in dat rijtje zetten. Waarschijnlijk kan je Booking.com in dat rijtje zetten. En wat is de rode draad? De rode draad is dat allemaal bedrijven zijn die ergens een origine in de online wereld hebben. En de reden is volgens mij eenvoudig. Van 15 jaar geleden waren wij allemaal bang van e-commerce. Wij dachten, oei, creditcardinformatie online, gaat dat wel geleverd worden en dat soort dingen. Wij betrouwden dat niet. Dus de enige manier wat de bedrijven konden doen om ons te overtuigen was extreme klantgerichtheid. Bij Amazon geen discussie als het pakketje niet geleverd wordt door de drone. Dan zeggen ze, we sturen die drone nog wel eens langs. He, terwijl er zijn, ik weet niet hoe het hier in Groningen is, maar in België heb je nog altijd veel klassieke retailers. En als je daar binnen gaat, achter de kassa zo, hangen er vaak bordjes uit met hun servicebeloftes. En weet je wat daar dan op staat? Een klassieker is, gekochte goederen worden niet teruggenomen. Ik vind dat briljant, dat je zo uithangt in je winkel wat je niet doet qua service. Dat is ook een stijl van marketing die zijn verdiensten heeft natuurlijk. Hè. En dan heb je de Coolblues en de Amazons die zeggen allemaal geen probleem.
Of hier, Booking.com versus Thomas Cook. Ik heb ongelooflijk veel sympathie voor het bedrijf Thomas Cook. Ik ken daar een aantal mensen. Ik vind dat fantastische, sympathieke mensen. Maar het is moeilijk voor hen. Hè. Ze hebben mij verteld, vroeger konden wij in onze brochure alles zetten wat wij wilden. Elk hotel lag als het ware dicht bij het strand. Maar vandaag checken mensen dat op Google Street View. En dan zeggen ze, hela, beste vrienden, dat ligt hier op 900 meter van het strand. Dat is niet dicht. Ik wandel niet eens 900 meter op een vakantie. Dus laat staan dat ik dat dicht vind. En als ik je daar al niet op kan vertrouwen, laat staan wat het van het etens, wat jij zegt over de etenskwaliteit. Dus laat maar zitten. We gaan wel naar Booking.com. Waar ik trouwens geen voorschot moet betalen. En waar ik trouwens kan annuleren tot 24 uur op voorhand. Gratis en voor niks. Dus je hebt een heel ander competitief veld. En dat wordt heel moeilijk voor traditionele bedrijven. Omdat ze zo defensief zijn qua klantenrelatie heel vaak. Nu, het goede nieuws is dat dit soort organisaties ook wel nog succes zal hebben, denk ik, in 2020. Dit is hier mijn favoriete viswinkel uit het ondertussen legendarisch geworden Maldegem. Vishandel Geert en Chris. En dat zijn zo, en iedereen in zijn buurt heeft zo van die zaken. Jullie gaan dat in Groningen ook hebben. Zo van die kleinhandelszaken die authentiek interesse hebben in hun klanten. Dat zijn zo van die mensen die iedereen bij naam kennen, zonder dat ze daar een groot CRM-softwarepakket voor nodig hebben. Die hebben gewoon interesse in hun klanten. Dat is het alternatief als CRM te duur is. En dat werkt gewoon ongelooflijk goed. En het grappige is dat zij weten zo de interfamiliale relaties ook. Bijvoorbeeld als mijn mama daar komt de woensdag, dan weten ze dat dat mijn mama is. Ze weten het is woensdag, dus Steven zijn oudste zoontje gaat lunchen bij ons, bij hen. Dus er gaat een kabouter plopkoek bij de vis. En ze waren dat ooit eens vergeten en die mensen waren daar niet goed van. Die hebben er alles aan gedaan wat ze konden om toch nog een kabouter plopkoek daar te krijgen tegen 's middags. En dat is ook gelukt. Als mijn pa in het ziekenhuis ligt, dan schrijven die een kaartje naar mijn ma. Toen dat mijn kinderen geboren werden, dan ligt daar een klein cadeautje klaar. Dat zijn en al hun trouwe klanten die worden op die manier behandeld. En mocht je daar ooit naartoe gaan, dat is niet fancy. Dat is een gewone, degelijke zaak. Goede kwaliteitsproducten, maar gewoon heel vriendelijke mensen. En die combinatie doet het hem ook nog altijd. En het gekke is, ik moet daar meer betalen dan in de warenhuizen. En ik moet daar langer wachten dan in de warenhuizen. But I don't care. I love it. I love it. En selling without selling is Chris ook heel goed in, zonder dat ze het beseft. Zij weet dat ik graag kook. En dan zegt zij op een zeker moment, ah Steven, je hebt tonijn besteld. En ga je het weer zo of zo maken? En dan zeg ik, ja, waarschijnlijk wel. Dan zegt zij, ik heb hier een recept. En dan moet je eens kijken. Ik heb het zelf geprobeerd. Het is echt heel lekker. Ik weet dat jij het goed gaat vinden. Kijk eens. En dan kijk ik. Dan zeg ik, dat ziet er inderdaad goed uit. Ik ga het proberen. Dan zegt zij, fantastisch. Maar dan moet je enkel nog 100 gram garnalen kopen. Want anders gaat het niet lukken. Alright, 100 gram garnalen daarbij. En dat is een magisch moment dat daar plaatsvond op dat moment. Hè? Want ik heb meer geld gespendeerd dan ik van plan was. Maar ik ben ook een meer tevreden klant dan wanneer dat niet zou gebeurd zijn. Ik ga, op het moment dat ik in mijn auto zit, bel ik naar mijn vrouw om daarover te vertellen. Dat is selling without selling. Op het juiste moment mij die boodschap geven dat ik bijna vraag, mag ik nu alsjeblieft kopen? En mijn gevoel over de toekomst van klantenrelaties is meer en meer de combinatie van wat de Bookings en de Amazons doen. Een heel goede, maar functionele relatie met de klant. Gecombineerd met wat dat zij heel goed doen. Een menselijke, warme relatie met de klant. Dat is er zijn weinig bedrijven die dat doen. Coolblue is er voor mij één die daarin slaagt. Dat is een online speler die toch een menselijke toets eraan geeft. Door hun filmpjes dat ze maken, door hun offline stores, door alle details dat ze in de klantenrelatie leggen. Dan voel je dat is een menselijk bedrijf. Veel meer dan Amazon. Van Amazon zie je nooit iemand in het echt. Of van Facebook en dat soort bedrijven, of van bol.com, weet ik niet. Ik heb toch nog nooit iemand in het echt gezien, of het is eens op een podium. Maar die mensen, Coolblue, die zorgen ervoor dat je een relatie hebt met hun medewerkers. En dat werkt goed, dat vinden wij fijn. En ik denk dat het in die richting gaat. Maar de kunst bestaat er wel in om dat te doen vanuit die extreme klantgerichtheid. Want je zit met die klant natuurlijk, dat weten wij allemaal, die heel creatief wordt in het uiten van ongenoegen. Die ook de wereld zal zeggen van kijk, je advertising en de reality. Dat komt niet altijd perfect overeen, jongens. Beste Burger King, deze burger lijkt wel al door iemand anders zijn opgegeten voordat ik hem kreeg. Of beste McDonald's, laat ons eerlijk zijn, die Big Mac en wat ik daar krijg van jullie, er zit daar toch een verschil in kwaliteit in. En mensen zijn niet van kwade wil. Kijk maar hier. We took it from the most attractive angle. Maar er zit een verschil in McDonald's. En het leuke natuurlijk is, dat hebben jullie misschien ook gezien, dat McDonald's daarop heeft gereageerd. Ze hebben hun marketingdirecteur met de prachtige naam Hope
Die hebben ze op pad gestuurd. En ze hebben gezegd van kijk, jullie hebben gelijk, beste consumenten. Er zit een verschil en we gaan uitleggen hoe dat komt. Dus dan nemen ze mensen mee tijdens zo'n fotoshoot van een burger eigenlijk. En dan zeggen ze, de ingrediënten zijn dezelfde. Maar we photoshoppen dat ook wel een heel klein beetje. En als je een warme burger in zo'n gesloten doosje stopt, dan kan die damp niet weg. En dan stort dat ding terug in. Nu, je kan je de vraag stellen, moeten wij ons als communicatieprofessionals nu bezighouden met dit soort toestanden? Onzin, noemde iemand het vorige week. En ik weet het antwoord niet. Ik zie alleen zo het cijfertje hier. Hè. Ik zie dat er 8,3 miljoen mensen daarnaar gekeken hebben. Je moet daar eens rationeel over nadenken. Dat er dus 8,3 miljoen mensen naar een video gekeken hebben van McDonald's dat foto's neemt van hamburgers. Het is een heel vreemde wereld geworden waarin dat wij leven. En 3/4 van die mensen die zegt, bravo McDonald's, gefeliciteerd, meer van dat alstublieft. Dus ergens gaat het wel in die richting. En als je dan inderdaad denkt van Google Glass komt er ook nog aan. Er zijn twee pistes dat je moet nadenken over die technologie. Je moet altijd denken, wat gaat de klant ermee doen? Naar ons toe. En wat gaan wij ermee doen naar de klant toe? Dat moet je altijd afvragen bij die nieuwe goodies. Dit eventjes vragen. Zijn er hier mensen die in een bedrijf werken waar je af en toe nog een klant in het echt ziet? Oké, een paar. Beeld je in dat mensen non-stop met Google Glass rondlopen. Zo in een... Ik weet niet als hier iemand zit die in een benzinestation werkt. Maar dat is zo'n sector dat het echt wel fijn zou zijn als wij daar allemaal met een Google Glass rondlopen om zo de moeite die mensen doen om klant ongericht te zijn, om dat vast te leggen. In Nederland valt dat nog mee, maar als je in België in een benzinestation komt, dan heb je 1 op de 2 keer kans dat ze jou niet aankijken tijdens het afrekenen en ook geen dankjewel zeggen, want je stoort die mensen tijdens het lezen van een magazine of het telefoneren naar iemand of sigaretten te klasseren. Die zijn altijd met zoveel drukke dingen bezig dat die klant die komt daar zo wat stoer. Daarom, en ik rij veel, ik rij zo 65.000 kilometer op een jaar tussen België en Nederland en mijn droom is nu eindelijk uitgekomen. In februari mag ik een keynote speech geven in een congres van mensen die tankstations runnen. Er zal nog nooit iemand zo'n aangepaste presentatie van mij gekregen hebben als op die dag. Ik heb beeldmateriaal, jongens, dat willen jullie niet weten. Mijn favoriet is altijd zo'n lange rij van 7 mensen en 2 kassa's. En aan die tweede staat iemand mijn bordje voor, kassa gesloten. Zo. Dat is mijn favorite one. Maar goed, dat gedrag zullen wij ook waarschijnlijk niet tolereren. En we gaan niet meer spreken over assholes, maar over glassholes in de toekomst. Dus qua consument zit dat ook wel in een zware evolutie. Anderzijds, misschien kunnen we hier de klantrelatie ook mee verbeteren. Beeld je in dat hotels dit gebruiken? Ik vind het zo altijd vervelend als ik naar een hotelgroep ga, waar ik vaak kom, dat ze mij niet kennen. En dat ik altijd mijn ID-card moet geven, mijn creditcard. Het zou wel fijn zijn dat zij met zo'n ding op hun kop rondlopen. Dat ze mij al herkennen met face recognition. En tegen de tijd dat ik aan die balie kom, dat ze zeggen, ah, Steven, je bent terug. Welkom. Dat zou ik heel leuk vinden. Misschien vinden sommige mensen dat creepy, maar ik zou dat wel leuk vinden. Dus je kan het gaan gebruiken, misschien in klantrelaties. I don't know. Maar al die technologieën dwingen ons om extremer te zijn in klantgerichtheid. En vaak is het een mentaliteit hebben om een oplossing te zien en een mentaliteit hebben om die klant ten wille te zijn. En een van mijn favoriete voorbeeldjes eigenlijk uit Nederland is deze hier, de Jumbo. Daar ben ik jaloers van als Belg dat wij dat niet hebben in België. Je weet, Jumbo, ik moet het jullie niet vertellen, maar die zijn beroemd om hun beloftes naar klanten. Wat is jullie favoriete belofte? 4de in de rij, gratis. Die kennen we allemaal natuurlijk. En ik heb al gehoord dat er gevochten wordt om 4de in de rij te staan. En als dat lukt, dat ook een feestje is daar rond. Dus dat ze daar ook wel heel leuk mee omgaan. Maar ik vertel, en zet dat niet op Twitter alsjeblieft, wat ik nu ga doen. Of ik mag het land niet meer in vanavond. Maar ik heb dat eens verteld aan de mensen van de Delhaize. Ik weet niet of jullie Delhaize kennen. Dat is een grote retailer in België. Mooie winkel, succesvol bedrijf. En ik vertelde dat aan hen en die zeiden, ja, in Nederland lukt dat, die mensen zijn correct en eerlijk en zo, die gaan daar normaal mee om. Maar in België, ik weet niet, jullie wonen ver van ons, maar ik weet niet of jullie dat beseffen, maar elke Belg is eigenlijk een beetje een fraudeur. Gaan we eruit knippen, hè, vanmorgen. Maar elke Belg is eigenlijk een beetje tot grote fraudeur. Vindt een regel uit in ons land, wij vinden een manier om daar rond te gaan. Dat is geen enkel probleem voor ons. Zo zijn wij getraind. Dus die mensen in Delhaize, die denken van ja, als wij dat gaan doen, er gaat zo'n rij van hier tot in Tokio zijn van mensen die gratis hun spullen willen. Maar ik was vorige week op een donderdagavond
In de Leize in Gent, dat is een grote. En ik kwam daartoe om 7:00 s'avonds. Het was een vrijdagavond, sorry. Om 7:00 s'avonds. En er was chaos in die winkel. Het was echt heel druk. En je voelde zo een spanning, een generatiespanning. De jongeren waren boos op de 65-plussers die daar waren op dat moment. Die zeiden, het is vrijdagavond, 7:00. Je hebt heel de week tijd om naar hier te komen. En net vanavond, als ik hier ben, loop jij hier ook rond. Hè? Is er niks op tv of zo om naar te gaan kijken? Dus er is echt spanning. En dan kom je zo tegen 6:45 kom je aan de kassa's. Chaos, chaos. Zat er vol met mensen. Ik kan er nog vooruit, nog achteruit. Te weinig kassa's open voor die meute volk. En dan gebeurt altijd hetzelfde. Dan gaat er iemand van achter die kassa door de micro roepen. Zo. En die zegt dan, Janine... we hebben hier te weinig mensen aan de kassa, kom ons helpen. We gaan extra kassa's opdoen. Janine gevraagd aan de kassa. Dus dat galmt door heel die winkel. En dan verandert de sfeer opnieuw. Want tot voor die noodkreet, dan stonden mensen daar gewoon te wachten aan hun winkelwagentjes. Het moment dat dat afgeroepen wordt, dan gaan wij zo in positie staan. En dan hebben wij nog maar één doel in het leven. En dat is de eerste zijn in die nieuwe kassa die opengaat. Moet je daarvoor een 65-jarig vrouwtje omverknallen, dan is dat zo. Niemand heeft daar verplicht om daar op dat moment te zijn. Dat was het risico. Dat is living on the edge als je dat doet als oude dame. En dat is echt onwaarschijnlijk. Dat gebeurt dus elke week. Hè? Dat is precies of dat zij verschieten dat die mensen daar terugkomen elke week om hun spullen te kopen. En als je dan hoort hoe Jumbo dat doet, eigenlijk is dat heel simpel. Ze hebben een tellertje vooraan zitten dat je weet hoeveel mensen komen de winkel binnen. Zij weten wat is de gemiddelde duur dat iemand shopt. Dat is niet big data, hè? Dat is gewoon data. En zij zorgen dat Janine daar op tijd is om die kassa open te doen. Dat is één ding dat zij doen. En het tweede is dat iedereen bij Jumbo getraind is om kassa's open te doen. In de meeste retailers heb je een aantal mensen die de kassa's bedienen en een aantal niet. En op een of andere manier verstoppen ze die mensen die kassa's kunnen bedienen aan de verste uiteinden van die winkel. Dus dat is levensgevaarlijk om daar te komen. Maar als iedereen getraind is, dan hoef je dat niet te doen en dan pak je gewoon de mensen die het dichtst in de buurt zijn. Weet je, soms is het makkelijk om het op te lossen, maar we zien het niet omdat we enkel het probleem zien. Die mentaliteit, dat gaf velen nog in de miserie stoppen omdat ze denken wij kunnen niet wat die anderen kunnen. Maar je kan het wel, maar je moet alleen willen. En ik was onlangs bij dit bedrijf. Ik weet niet of jullie dit kennen, ZLM. Het is een Nederlandse verzekeraar. Ligt helemaal aan de andere kant van het land, in het zuiden, in Zeeland. En het is... Zijn jullie vertrouwd met de NPS-score? Weten jullie zo de gemiddelde NPS-score van een Nederlandse verzekeraar? Kan je dat raden? Wat zeg je? Het is een score tussen min 100 en plus 100. Hè? Dus op 6, denk je... Wie zegt hoger dan 6? Ja, wie denkt dat de gemiddelde onder 0 zit? Ja, gemiddelde zit zwaar onder 0. Dus dat wil zeggen dat er meer mensen negatieve reclame maken, conversaties hebben over hun verzekeraar dan positieve. Iedereen is basically ontevreden over de verzekeraars. Er zijn een paar uitzonderingen. Interpolis is er één. En ZLM is eigenlijk de beste. Die zitten met een net promoter score van plus 39. Ze hebben een klantensatisfactie van 8,44 op 10. Ik denk dat was wat je naar bedoelde. 8,44. Ze hebben 60% marktaandeel in hun regio. En ik mocht er onlangs een workshop gaan doen om rond hun sociale mediastrategie samen na te denken. En hun CEO die heeft een prachtige uitspraak gedaan. Die zei tegen mij, kijk Steven, wij kunnen dit realiseren en andere verzekeraars niet, omdat wij geen enkele financiële target hebben. Wij belonen mensen niet op basis van financiële targets. Wij belonen ze enkel op customer satisfaction en net promoter score. Daarop wordt iemand zijn beloning vastgelegd. En toen zei hij een geniale zin. Hij zegt, weet je wat dat probleem is met financiële targets, Steven? Ik zeg, nee. Hij zegt, het probleem met financiële targets is dat mensen er alles aan doen om ze te halen. Dat is het grote probleem. En dat is ik vind dat een briljante uitspraak. Want dan zegt hij van, en wie is daar meestal de dupe van? Dat is de klant. En sinds hij dat gezegd heeft, kijk ik heel anders, ben ik veel strenger geworden voor organisaties. Want overal waar ik kom, als ik kijk naar interne presentaties, iedereen zegt we zijn klantgericht. Iedereen. Ik heb nog nooit een bedrijf ontmoet die dat niet zegt. En weet je wat de check is? Vraag naar hun rewarding system. Stel jezelf de vraag voor je eigen bedrijf. Hoe belonen wij mensen? Met financiële targets of met customer targets? En als het enkel, het hoeft niet zwart-wit te zijn zoals bij ZLM, maar als het enkel financial targets zijn, dan geloof ik niet dat je klantgericht bent. I don't believe you. Want op korte termijn, als je moet kiezen, ga je voor die target. Wat menselijk is. Dus als je wil dat jij of je medewerkers of je team
extreem klantgericht worden, dan ga je de rewarding systems moeten omturnen. En dan komt het er eigenlijk op aan om 100 kleine dingen te zoeken die de klantgerichtheid verbeteren, eerder dan één groot ding. Dat is geen magisch trucje, het is een mentaliteit die in vele details zit. McKinsey-studies tonen aan dat mensen over het algemeen niet ontevreden zijn door het product of niet door de basisdiensten, maar door de details die fout zitten. En die managen we niet, en die zit eigenlijk in onze hoofden. En we kunnen technologie ook gebruiken om dat te gaan verbeteren. En wat je vandaag ziet, is eigenlijk een volledige digitalisering. Een volledige digitalisering van het klantenproces. Die retailer van Marco, met dat raam dat heel interactief was, is daar een voorbeeld van. Vroeger zat de digitalisering enkel in een online wereld creëren. Vandaag zit digitalisering in een online of een digitale klantenrelatie, ook offline. Dit is hier een prachtig voorbeeld, vind ik zelf, in Disney World. Hebben ze nu een programma dat noemt My Magic Plus, waarbij hun doel is om alle nutteloze wachttijd van gasten te verminderen. Dus aanschuiven om park binnen te gaan, aanschuiven voor check-in, aanschuiven voor attracties, allemaal nutteloze wachttijd, die moet weg. En ze hebben magic bands nu voor mensen. Als je daar naartoe gaat, krijg je zo'n armband om, die bevat al jouw data en dat doet alles voor jou. Dat is jouw hotelsleutel, dat is een creditcard, daarmee kan je het park binnen, daarmee kun je restaurants binnen. Als je souvenirs koopt, hoef je enkel maar te zwaaien naar de mensen achter de kassa. Je moet niet meer betalen, je moet gewoon zwaaien, dat is voldoende. Zij pakken je goodies, die leggen ze op jouw hotelkamer. De financiële schade ontdek je 4 dagen later wel. En dat is de filosofie erachter. We gaan er eigenlijk voor zorgen dat mensen meer plezier kunnen maken, dat ze meer tijd hebben. Wij gaan daardoor de digitale relatie inschakelen. Het gaat ook efficiëntie zijn voor Disney. Ze gaan minder personeel nodig hebben. En ze zorgen er ook voor dat mensen meer tijd hebben om geld uit te geven en dat het makkelijker wordt om geld uit te geven. Maar de basisfilosofie is, we gaan die relatie digitaal maken. En je ziet dat eigenlijk gebeuren in een relatie, dat een self-service relatie wordt. Zowel in pre-sales, sales als post-sales willen wij het zelf het heft in handen hebben. En qua mentaliteit zijn wij als consument enorm veranderd op dat vlak. Wij zijn heel veel eisend geworden. Wij willen veel meer dan vroeger. En als je kijkt op een van de elementen, bijvoorbeeld, is tijd. Als je vroeger zei, als regel, we gaan binnen de 24 uur antwoorden op een mail of dat soort dingen, dan waren we goed bezig. Vandaag is dat zo old school als het maar kan zijn. Eigenlijk zou het 24 minuten moeten zijn als we willen opvallen. En mensen willen alles sneller. Het moet betrouwbaar zijn, moet 24 uur beschikbaar zijn. One-stop shopping, waardoor dat eigenlijk maar één ding is dat daaraan voldoet. En dat is die self-service. 70% van de mensen verwacht vandaag self-service. En 40% zegt, laat mij maar met de robot praten in plaats van een mens. Want die is over het algemeen beter in kwaliteit. Dat is de realiteit vandaag. En dat is een nieuwe vorm van klanteninteracties. En je ziet een aantal bedrijven op die kar springen. Rabobank is een organisatie in verandering, die het niet makkelijk heeft de voorbije tijd, maar die enerzijds echt moet bezuinigen, anderzijds reputatie wat moet herstellen, en anderzijds ook drastisch investeren in digitalisering. Dit is een van hun succesdossiers. Dat is het hypothecair krediet online aanvragen. 5 jaar geleden dacht iedereen in de bank, dat gaat nooit online gebeuren. Vandaag kan je heel het dossier hier zelf invullen. Als je vastzit in dat proces, dan hebben ze videochat om jou te helpen. Zodanig dat het digitaal en human gecombineerd is. De eerste maanden dat dit online stond, hadden ze 400.000 aanvragen via dit kanaal. En conversie naar sales was groter dan in het offline kanaal. Ander voorbeeld, of een andere evolutie, is dat we gaan van die personal service naar die self-service naar de crowd service. Waar die platformen eigenlijk zijn, dat crowd platformen. Ook in customer service zie je dat meer en meer. Dit is hier een mooi voorbeeld van Sephora, een cosmetics retailer, die heel veel vragen krijgt van voornamelijk dames. Die zeggen van, ja, het is toch zo'n beetje, morgen zal het wat mistig zijn. Welke shampoo moet ik nu gebruiken? Of vandaag was er een lentezonnetje, een winterzonnetje. Welke body lotion gebruik ik nu het best vandaag? Dus zij krijgen heel veel van dat soort belangrijke vragen. En ze zeggen, we moeten daar toch iets mee gaan doen, maar we hebben niet de resources om dat te beantwoorden. Wat gaan we daar nu mee doen? En dan had iemand het idee, oké, we gaan die gewoon samengooien in een community en daar kunnen ze praten over hun favoriete onderwerp en zitten ze veilig afgesloten van de rest van de wereld ook, die combinatie. Dus dan hebben ze die Beauty Talk community gemaakt en daar zitten ze op met duizenden, voornamelijk dames, die praten over al dat soort zaken. En wat interessant is, als je naar de data kijkt hierachter, dan stelden zij vast dat die mensen 10 tot 15 keer zoveel geld uitgeven bij Sephora dan de gemiddelde klant. Dus crowdservice, wat mij betreft, is dat een extra servicetak dat je biedt. Maar anderzijds is het waarschijnlijk ook de nieuwe loyalty factor.
waarbij klantenkaarten, dat weten we allemaal, daar zouden we beter mee stoppen. En die e-mails op die verjaardag, dat is ondertussen ook niet meer innovatief, mocht je dat denken. Dat is, op je verjaardag heb je gewoon werk om al die promotie-mails ervan tussen te kuisen. Maar dit hier, dit is wel loyalty, denk ik. Waarbij mensen inhoudelijk en emotioneel geconnecteerd zijn met elkaar via een merk. En dan zie je dat ze meer geld gaan spenderen. Wat uiteindelijk de bedoeling is van loyalty. En dan natuurlijk hebben we daarbij die data die ons helpt. En waar dat we dat die eigenlijk het marketingproces kunnen omdraaien. Ik had onlangs genoegen om een weekje rond te trekken in Silicon Valley. En naar nieuwe marketingverhalen te gaan luisteren. En we zijn onder andere bij Taco Bell geweest. En Taco Bell heeft de voorbije 5 jaar geen enkele gefaalde productlancering meer gehad. En wat zij doen is relatief eenvoudig. Als zij een nieuw product hebben, lanceren ze het in een testmarkt. En dan kijken ze naar de data uit de kassa gecombineerd met de data uit social media. Kassadata zegt, is het product aantrekkelijk genoeg voorgesteld? Social media zegt, vinden mensen het ook lekker of niet? Die combinatie van die twee bronnen is een go of no-go voor national rollout. Bij national rollout, de eerste dag van de lancering, exact hetzelfde. Kassadata, social media data. En dat bepaalt hun mediabudgetten. Dus zij kijken die eerste dag en dan zien ze, is de word of mouth, de hype, is die echt heel groot? Dan gaan we weinig mediabudget inzetten. Is dat beperkt, maar we slaan het product wel aan, dan gaan we zwaar mediabudget inzetten. En dat is wel interessant, want marketing vroeger was volledig het proces plannen tot de dag voor lancering. Dan lanceer je het product en dan moet je zitten wachten om te zien wat er gebeurt. Dan bestel je wat onderzoek, duurt dat 6 weken of 8 weken eer dat je iets krijgt. En tegen dan is het kalf mogelijk al verdronken. Wat zeggen zij? Zij zeggen, we gaan maar een deeltje plannen op voorhand. Maar het belangrijkste deel van het marketingproces en van de planning gebeurt tijdens de launch. Dus dat betekent qua mentaliteit dat we veel minder op voorhand de antwoorden zelf moeten verzinnen. Maar dat we eerder de flexibiliteit moeten hebben om heel snel te schakelen en dingen te veranderen terwijl het bezig is. Dat is een heel andere vorm van marketing en daarvoor heb je die real-time insights nodig. En heel die data, ik denk dat een aantal bedrijven daar ook nog wel hinder gaan van krijgen zonder dat ze het nu beseffen. Ik weet niet als iemand hier een HR-bureau heeft of zoiets, maar die zo van die psychologische testen die afgenomen worden van mensen voordat ze ergens gaan werken, eigenlijk begint dat toch ook de grootste bullshit ter wereld te worden, denk ik. Want je vindt die testen online, je kan perfect invullen, weten wat je moet invullen om een bepaald profiel te krijgen. IBM zegt, je zou beter gewoon de laatste 200 tweets van iemand nemen. Dat zegt meer over de persoonlijkheid dan zo 3 van die testen samen. Ik geloof daar wel in. En als je dan begint na te denken, ja, dan is er ook wel een dark side aan dit verhaal, denk ik. En dat is de toegevoegde waarde van mensen ten opzichte van de robots. Zien jullie wat er hier bezig is? Bladsteen schaar en de robot wint altijd van de mens, omdat hij gewoon veel sneller kan reageren. En eigenlijk is dit wel ook de realiteit, denk ik. Hè? We hebben gelachen met onze goede vriend Bezos met zijn drones vandaag. Maar die kerel meent dat wel, denk ik. En je ziet zoveel reportages op tv dat hij slecht is met personeel. Ik denk dat hij nu al bij zichzelf denkt, de dag dat ik die kan vervangen door drones, daar gaan we daar ook niet te lang over nadenken. Dan ben ik ook van dat gezeur verlost van dat personeel. Ik denk dat die Bezos zo reageert. En veel mensen geloven dit niet. Veel mensen geloven niet dat de robot beter is dan de mens. Maar ik weet niet met jullie, maar als ik in offline boekhandels ga kopen, en ik ga altijd vaak naar dezelfde boekhandel, ik heb daar ook een klantenkaart, ze weten ook alles van mij, heb ik nog nooit, maar dan ook nog nooit advies gekregen. Proactief dan. Hè? Dat ze zeggen, ja, Steven, jij koopt nu altijd die boeken, koop ook eens die boek. Hè? Want anderen vinden dat ook leuk. Nog nooit gebeurd. Nog nooit advies gehad. Gewoon zoveel euro, dank u wel, nog een fijne dag. En mogen we er een brochure bij stoppen, alsjeblieft. Ja, steek er maar een brochure bij. Maar dat is onwaarschijnlijk, want Amazon die gaat elke dag mij advies geven dat vrij correct is. Met andere woorden, vandaag is de robot al veel beter dan de mens. Booking.com kent mij beter dan mijn reisbureau waar ik al 15 jaar naartoe ga. That's pretty scary for people. Dus dat betekent ook, als wij mensen inzetten in de klantenrelatie, denk goed na hoe ze beter gaan zijn dan de robot, want anders verliezen we van de robot. Ik denk, als mensen echt beter zijn dan de robot, dan winnen mensen altijd. Want uiteindelijk vinden we dat fijner. Maar vandaag denken we daar onvoldoende over na. En in heel dat verhaal van data en technologie gaat onze mindset volgens mij bepalen of we al dan niet succesvol zijn. En er zijn 3 manieren om naar technologie en data te kijken. Je kan het gebruiken om meer geld te verdienen, je kan het gebruiken om efficiëntie te verhogen en je kan het gebruiken om de klantenrelatie te verbeteren. Ik heb de laatste tijd al veel presentaties van bedrijven gezien over big data en die eindigen allemaal met een groot euroteken. Ik word daar een beetje zenuwachtig van. En ik vrees als wij data en technology, en zeker data, gaan gebruiken met als hoofddoel
meer geld te verdienen en als subdoel efficiënt te zijn, dan denk ik dat de klantenrelatie niet zal verbeteren. Ik denk, dat is mijn misschien naïeve geloof, als we het gaan gebruiken om de relatie met de klant te verbeteren, dan denk ik dat we geld gaan verdienen en dat we efficiëntieslagen gaan maken. Het is een klein nuanceverschil, maar het is zo gevoelig en die privacy discussie gaat zo oplaaien de komende jaren, dat als we het fout gaan doen en als we over de rode lijn gaan, dat mensen zenuwachtig gaan worden. En mensen worden vaak al zenuwachtig van Zalando bijvoorbeeld. Ik weet niet of er hier mensen zijn die dat gevoel ook hebben, maar eens als je op die site bent geweest, dan raak je daar nooit meer van af. Dus als er mensen nog niet op de site geweest zijn, best niet gaan, want daarna, de enige manier om van verlost te raken is een diepe put in je tuin maken, computer daarin en een speeltuintje erop bouwen en daarna een nieuwe computer kopen. Otherwise they will hunt you down. En je hoort vaak feedback van mensen die zeggen, ja, voor mij gaat dat nu te ver. Ja, om de duur word je de drunk man at the bar, die zegt, ja, we gaan nog eentje drinken, terwijl je al lang naar huis gaat. En hij zegt, ja, we gaan nog eentje drinken. Je moet oppassen dat je niet de drunk man at the bar bent bij het gebruik van data. En dat hangt af van hoe je erin zit, hoe jouw attitude is ten opzichte van die drie. En dan hebben we onze laatste, selling without selling. En dat weten we natuurlijk, het gaat veel meer over verhalen en over inspiratie dan over producten. En we vertellen dat al jaren. Maar toch zijn er nog altijd, de meeste bedrijven zijn nog altijd ervan overtuigd dat ze de best shit in the world aan het verkopen zijn. En ik weet niet of jullie dit experiment hier kennen, maar ik blijf dit fantastisch vinden. De violist, die staat, straatmuzikant, die staat te spelen in de subway station van Washington, D.C. Speelt daar 3 kwartier, geeft het beste van zichzelf. En op het einde kijkt hij in zijn kist en ziet hij dat hij $32 heeft verdiend. Terwijl dit de beste violist van de wereld is, die de avond voordien in een groot concertgebouw heeft opgetreden voor 2000 mensen die $200 à $300 per persoon hebben betaald om naar dezelfde muziek te luisteren. Weet je, dat is toch interessant om eens over na te denken, want het is hetzelfde product. Het is dezelfde man, dezelfde viool, dezelfde muziek. En de ene keer slagen we er blijkbaar in om een context te creëren die $32 waard is en de andere keer een paar $100,000. Met andere woorden, als marketeer heb je zelf de keuze. Gaan we het product naar beneden duwen of gaan we het naar boven duwen? En meestal kiezen we ervoor om het naar beneden te duwen. Ik gebruik Red Bull niet meer als voorbeeld hierin. Dus er komt geen slide van Red Bull. Desondanks dat ze daar de master of the universe in zijn. Maar weet je wat het probleem is met Red Bull? Mensen zeggen dan tegen mij, maar ja Steven, dat is makkelijk. Ik zit niet in, ik ben Red Bull niet. Maar ik heb daar zitten over nadenken. Maar volgens mij ga ik Red Bull er terug in stoppen. Maar met een andere invalshoek, omdat het is helemaal niet makkelijk voor Red Bull. Die werken met het slechtste product van de wereld. He, dat spul stinkt, dat is niet te zuipen. Je hebt een grote kans op een hartaanval. Dus dat is echt een lousy product dat die gasten hebben. Maar ze zijn er wel in geslaagd om een van de coolste brands neer te zetten. Met een slecht product. En ze zijn natuurlijk geniaal in hun content. Ze laten iemand van de maan naar de aarde en terug springen en dat soort dingen. Maar ze praten nooit over hun product. Beeld je in dat zij eens over hun product beginnen babbelen. Dat zou het begin van het einde zijn. Een moeilijke case. Als jullie een goed product hebben, dan is het piece of cake om dit hier te gaan doen. Maar dat is selling without selling. En ik moet deze anekdote toch even delen. Dit is ook tijdens een van onze visits in Silicon Valley. Dit is hier Adam Pisoni. En Adam is een van de founders van Yammer. Yammer kennen jullie. Het bedrijf is goed gestart, 4 jaar bezig. En vorig jaar verkocht aan Microsoft voor 1 miljard. En Adam, die heeft ons in 90 minuten tijd zijn visie verteld over hoe hij de toekomst van organisaties ziet. Netwerkstructuur, short feedback loops, fantastisch. En die kerel heeft geen enkele keer het woord Yammer gebruikt. Hij heeft geen enkele product demo getoond. Hij heeft geen enkele klantencase getoond. En dan gebeurde daar de magie. Ik zat daar met 20 bedrijfsleiders rond mij. 3 van hen hebben tijdens die meeting al gemaild naar hun ICT-mensen in België. Buy Yammer now. Ik wil met die kerel werken. Die snapt de toekomst, die snapt al mijn problemen en hij gaat het voor mij oplossen. En dat was fantastisch, want de meesten wisten niet wat Yammer doet, maar hij heeft hen zo geïnspireerd dat ze zeiden, I want to work with this guy. En ik ben bij een ander bedrijf geweest, de dag ervoor. We zijn daar ook fantastisch ontvangen, maar daar stonden zo 4 kerels klaar, in pak, mooi. En die hebben elk kwartier de tijd gekregen om een productdemo te geven aan onze bende. En iedereen zei, mooi, mooi, bedankt voor de warme ontvangst, bedankt voor de mooie demo's, want die waren op en top afgewerkt. Heel interessant, maar we gaan het toch niet kopen. Het ziet er duur uit. Ik vond dat fantastisch. De een probeert te verkopen en verkoopt niks. De ander deelt gewoon zijn visie en verkoopt.
Met andere woorden, het gaat niet om het pushy karakter. Het gaat om mensen inspireren, mensen meekrijgen, relevantie bieden voor mensen die bij jou komen. En dan ga je verkopen. Coca-Cola gaat ook in die richting. Coca-Cola heeft zijn product geband van zijn website naar het derde tabblad, hier. Allemaal inspiratie aan het brengen. En het werkt in elke industrie. Zelfs in de saaiste industrie van de wereld werkt het. Wat is de saaiste industrie van de wereld? Ja, komt in de buurt. Deze slide, ik weet niet of hier B2B-mensen in zitten, maar deze slides nu zijn speciaal voor de B2B-mensen die denken dat B2B staat voor boring to boring. Dat is niet zo, dat staat voor business to business. En ik botste onlangs op Maersk, de container verplaatsen. De containers verplaatsen van plaats A naar B, dat vind ik persoonlijk pretty boring. En dan zag ik dat die mensen meer dan 1 miljoen fans hebben op Facebook. En ik dacht, er zijn hier 2 opties. Of alle illegalen die ooit in zo'n container hebben gezeten, hebben een virtual thank you gegeven. Of ze doen iets bijzonders. Het bleek het tweede te zijn, ze doen iets bijzonders. En een van de dingen die zij doen, dat is alle kapiteins laten schrijven over de avonturen van de zee. En dan zeggen zij ook van, ja, oké, wij verplaatsen wel containers, maar eigenlijk zijn wij de experts of the ocean. Wij weten alles over de oceaan. Niemand heeft zoveel schepen als ons daar. Dus als je iets moet weten over de oceaan, we are your most important source. En weerstations van over heel de wereld praten met hun kapiteins om te checken waar er stormen zijn op de oceaan. Want dat is anders heel moeilijk te checken. En zo beïnvloeden zij het weerbericht dat wij in Nederland en in België krijgen. De Maersk-mensen zitten daartussen. En als je dat aan het lezen bent, dan denk je van dit is toch een pretty cool business dat die gasten inzitten. Door containers te verplaatsen. Dus welke sector we ook inzitten, het is een kwestie van je eigen verhaal te gaan zien en dat ook een hoger niveau aan te gaan tillen. Kennen jullie deze dame? Dit is Marissa Mayer, de godin van Silicon Valley op dit moment. De 20ste medewerkster ooit geweest bij Google en vandaag CEO van Yahoo. Kennen jullie Yahoo nog? Dat was vroeger een search engine die wij in de jaren 90 veel gebruikten. Eventjes de niet-Nokia-generatie ook inlichten over dat soort prehistorische bedrijven. Maar Yahoo was een van de eerste sterren in de internetwereld. We hebben die ook gedumpt het moment dat Google kwam. En nu hebben zij de voorbije 5 jaar 5 CEO's gehad. Dat lukte telkens niet. Nu hebben ze Marissa Mayer. En die krijgt de boel weer op de rails. In die zin dat het aandeel is alweer verdubbeld sinds zij er is. En wat heeft zij gedaan? Ze heeft er een purpose aangegeven aan de mensen daar. Vooral intern heeft dat heel goed gewerkt. En die is heel simpel. Ze zegt, what we do is, we make daily habits of people entertaining and inspiring. We make daily habits of people entertaining and inspiring. That's what we do. We zitten niet in search, we zitten niet in content, we zitten niet in appjes. We maken die dagelijkse dingen een beetje leuker dan anderen dat doen. En een van hun voorbeelden daarvan, dat is deze app. De weather app van Yahoo. Voor mensen met een iPhone, een aanrader. Die heeft de prijs gewonnen van beste app uitgereikt door Apple in 2012 met weerberichten. Omdat Apple zei, dit is leuk, dit is iets ordinair naar een hoger niveau tillen. Mooie foto's, prachtige foto's, die ze natuurlijk van Flickr halen, wat eigendom is van Yahoo. En daarnaast heel user-friendly app en heel user-friendly gebruik. En dan zeggen zij van, kijk, dat is voor ons een symbool dat wij menen dat we er mee bezig zijn. En dat is volgens mij op 1 slide mijn verhaal van vanavond samengevat. Als we willen mee zijn met de klant, want de klant is altijd sneller dan wij zijn. Als we willen mee zijn met de klant, dan gaan we moeten extreem klantgericht zijn, open zijn, durven nieuwe dingen doen, die relatie naar een hoger niveau tillen, technologie en data begeesteren en gebruiken ten voordele van die klantenrelatie en ons verhaal verteld krijgen op een manier dat we relevantie bieden voor de markt en niet onze eigen shit aan het verkopen zijn, want daar hebben mensen gewoon geen interesse in. En dat uitvoeren, denk ik, met een flexibiliteit en een discipline die nodig is om dat naar een hoger niveau te tillen. Dat is wat ik voor jullie had voorbereid deze avond. Ik hoop dat dat een leuk biesprogramma was voor Marco zijn show. En als er nog vragen zijn, dan wil ik die natuurlijk, als we daar tijd voor hebben, met plezier beantwoorden. Vijftien jaar geleden Clutrain Manifesto, werd het al gezegd, ga normaal praten, ga menselijk praten. Waarom duurt het zo lang? Waarom duurt het zo lang? Ik denk omdat de meeste organisaties de impact nog niet gevoeld hebben. En dat iets heel klein start,
dat vandaag een stroomversnelling komt. Denk dat de grafiek is die Marco heeft getoond. Op een zeker moment ga je boven dat tipping point. Het zijn heel veel signalen dat we dat dit jaar aan het bereiken zijn. Bijvoorbeeld een onderzoek dat ik in augustus las, dat zei dat we dit jaar voor het eerst meer naar het kleine scherm dan het grote scherm hebben gekeken. Meer naar smartphone en tablet dan naar pc en tv. Als ik naar mijn eigen gedrag kijk, hoe mijn tv-gedrag voorbije 2 jaar geëvolueerd is, dat is pretty shocking. En misschien ben ik biased, ongetwijfeld. Als ik mijn kinderen bezig zie, als ik zie hoe andere mensen hun kinderen bezig zijn die wat ouder zijn, dat is een reden. En wat ook wel meespeelt, denk ik, is dat de mensen die nu op de arbeidsmarkt komen, die nu 22 jaar zijn, die zijn geboren in 1991. Ik weet niet in welk jaar jij geboren bent, maar bij mij is dat ondertussen zit daar al een gap van redelijk wat jaren tussen. Maar dat maakt wel, dat gaat een stroomversnelling met zich meebrengen, waardoor dat de dino's in organisaties, dat die nu plots gechallenged worden door mensen die zeggen van ja, als het hier zo zit en als jij niet mee bent, ja, dan gaan we wel ons eigen bedrijf oprichten. Ik vertelde het voorbeeld aan Marco tijdens het etentje hier, maar er is, als je kijkt naar de persgroep in België en in Nederland, het laatste nieuws is de grootste krant in België en uiteraard die suffert een beetje, maar die houdt heel goed stand, dan zie je dat daar de beslissing is genomen om de krant te beschermen, gaan we digitaal wat afbouwen. Dus het zijn een aantal mensen ontslaan uit het digitale team. Wat is er gebeurd? Wat hebben die mensen gedaan? 3 maanden later hun eigen online platform via crowdfunding en zo, hun netwerk gebruikt. En dat is nu al een hype in België. En dat soort dingen zie je gebeuren, dat je eigenlijk als je niet meegaat als bedrijf, dan gaat de concurrentie nu plots uit andere hoek komen, namelijk vanuit je eigen medewerkers. Die zeggen, wij zijn weg en we doen het zelf wel, als jij niet wil luisteren. Ik ga hier geen tijd meer verliezen, beste vriend. Of het komt van de consument zelf wordt concurrent. Die kleine start-ups worden concurrent. Bijna iedereen begint last te krijgen van Amazon en Google en dat soort dingen. En het wordt groot nu. Dus ik denk dat nu iedereen die ik hoor, heeft nu last van de dingen waarover dat we spreken. 10 jaar geleden was dat nog zo klein dat iedereen zei, komt wel goed, gaan we weer voorbij. Denk ik dat dat een van de redenen is. Dankjewel, Steven. Goed. Een groot applaus en volledig terecht wat mij betreft. Ik doe het eventjes van papier, jongens, zodat ik niemand vergeet. Ik vond een zeer interessante geslaagde avond bij Martini Plaza voor de eerste keer. Bedankt natuurlijk, hè, de sprekers allereerst. Smart Camels, Martini Plaza, cool shots voor de foto's. Ik heb Astrid gezien. Jesse Schaap voor het logo. Brenda en Martina voor het mee organiseren. We gaan ook nog dingen even weggeven. Ik heb de Communistenpols, die gingen een gesigneerd exemplaar van Conversation Company. En die is voor Sylvia Mostert. Alsjeblieft, een gesigneerd exemplaar. Oké, en even kijken, wat hebben we nog meer weg te geven? Oh ja, trouwens, even over weggeven. We hebben hier nog een aantal exemplaren van Kleintje Easycratie. Hebben we hier liggen voor de mensen die dat de vorige keer hebben. Het boekje van Martijn Aslander. Maar dan in het klein, als je hem nog niet hebt, kun je hem gratis hier meenemen. We hebben ook nog een aantal Klepper coupons. Hè. Klepper, daar maak je een foto mee op je smartphone. Die kun je vervolgens als Polaroid briefkaart kun je die versturen. Er hoort een app bij, die kun je downloaden. Dus een gratis coupon daarvoor. We geven een muntje straks aan iedereen voor een consumptie. Dat geven we gratis weg. Even kijken, wat heb ik nog meer weg te geven? Oh ja, voor Jesse natuurlijk, voor het maken van het logo. Alsjeblieft, dank je wel. En Jeannette Los, waar ben je? Jeannette, ja, oké, die, we hebben een, wij schrijven altijd een mailing, hè? Dus dan doen we even een lange trits met informatie. Sommigen van jullie kunnen helaas niet meer de concentratie opbrengen om er helemaal uit te lezen, hè? En zo'n tijd leven we tegenwoordig. Nou, Jeannette heeft dat gedaan. We hadden een kleine prijsvraag voor mensen die hem dan helemaal gingen uitlezen en met een hashtag op Twitter. Dan, die konden dan een prijs winnen. Dus lees dan volgende keer die nieuwsbrief helemaal goed door. Alsjeblieft. Oké. Volgens mij zijn we bijna aan het einde. Dankjewel AOG School of Management. Die betaalt jullie borrel en hapje en dat erbij. Dus als je een slokje drinkt en een hapje, denk er nog even aan hun waardebepaling achteraf. Kan hier in de glazen. Ja. Wat is het? Pol? Oké.
Oh ja, we gaan vragen aan Steven en aan Marco of ze de presentaties online willen zetten. Ja, dat willen ze. Waarvoor dank. De videoopnames komen op YouTube. 6 januari, beste mensen. Internet of Things, Bitcoin en crowdfunding. Martini Plaza. Allemaal bedankt. Jullie krijgen een muntje waardebepaling achteraf. En tot de volgende keer. Applaus voor jezelf.